Dankjewel. Hey, man. Ja. Pak je papier. Hey. Thanks, man. Oké, dankjewel. Hey, leuk dat je kijkt naar mijn nieuwe voedingsvlog. Ik ben Anthony en vandaag wil ik aan jullie laten zien wat ik op zo'n hele dag eet. Het is vandaag een rustdag voor mij, dus ik ga wat hoger zitten in mijn vetten en wat lager in mijn koolhydraten. Ik wil in totaal 2800 calorieën naar binnen krijgen. Inmiddels al 4 uur geweest en dat betekent tijd voor mijn eerste maaltijd. Ik stop rond 12 uur met eten, dus ik heb een timeframe van 8 uur om al mijn calorieën naar binnen te krijgen. Ik ben in de ochtend even naar de kapper geweest. Dit is before, hoe lang het nu al is. En after. Dat was echt weer even nodig. En ik ben ook naar de fysio geweest. En dat was erg fijn, want ik voel al dat het steeds beter gaat. Laten we beginnen aan maaltijd nummer 1 en dat is een goede blender shake. Dit zijn de ingrediënten van vandaag. Klein beetje water, whey isolaat, aardbeismaak. Ik had nog een beetje spinazie over, dus dat gaat erin. Boerenkool uit de diepvries. 225 gram aardbei en wat pompoenstukjes. Zo ziet de shake eruit met alleen whey isolaat, aardbeismaak en diepvries aardbeien. En deze kleur heeft hij als je er boerenkool, spinazie en pompoenstukjes bij gooit. Maar het mooie is, hij proeft echt naar aardbei. Dat overheerst. En het mooie is, dit heeft ongeveer 150 tot 200 calorieën en het vult gewoon zo goed. Wauw, ik zit goed vol van die blender shake. Maar ik ga nu dit pakketje uitpakken en ik weet al wat erin zit. Nieuwe MyProtein kleding. Want ik heb een contract aangeboden gekregen en ik heb getekend. Dus ik ben nu officieel een MyProtein gesponsord atleet. Daar ben ik super blij mee. Want MyProtein is een merk waar ik compleet achter sta. En als je bijvoorbeeld al naar die website gaat, dan zie je meteen de bestseller staan in plaats van onzin. Topproducten. En ik vind ook nog eens de kleding heel erg mooi. En het grappige is, 2 jaar geleden begon ik met Instagram en toen wou ik een beetje dat opbouwen om mensen te motiveren, te inspireren en een beetje te helpen. En ik zag, dit is niet de juiste platform, want mensen konden wel zien hoe jij eruit zag, maar mensen wouden ook vaak zien hoe zij er beter uit konden zien. En dat is via YouTube echt de beste weg. Dus ik wil jullie sowieso bedanken voor alle support en laten we gewoon kijken wat er allemaal in zit. Ik leg het even hier. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, leeg. Even snel doorheen gaan. Een MyProtein stringer, oftewel een hemdje. Nog eentje in het groen. Dan dit shirt, maar in het blauw-paarse. Even kijken wat hierin zit. Ah, ook een stringer of tanktop. En dit is dan die camo. Juist, deze. XL deze keer, want hij was met een mouwtje een beetje kort, die andere. Blauwe hoodie, sleeveless hoodie. Nog een keer dit shirt, mijn favoriet. En nog zo'n broek. Boom. Ja, ja. En het laatste, nog een joggingsbroek. En deze zal vast wel mooi zitten. Ik ben lekker aan het koken. Ik heb hier champignons, uien, mager runder gehakt en rode peper. En het is inmiddels bijna 6 uur. En dit is mijn eerste warme maaltijd. En trouwens, dit shirt zit echt goed. En het is een lange mouw, dus ik dacht dat ik een dubbele had. En ik heb ook nog een XL broek. Helaas zat deze bij mij te strak. Ik kan er niet in squatten. Maar ja, hij zit wel super lekker. Goed om mijn benen. En ja, dat krijg je ook als je vaak je benen traint. Ik wou nog even zeggen, ik ben 1,87 meter, dus voor de mensen die ook kleding willen bestellen, ik draag vooral large en sommige dingen zelfs extra large, zoals mijn broeken. Dus die tip wou ik even met jullie meegeven en ik laat zo het eindresultaat zien van dit eten. Dit is het resultaat van mijn eten en ik heb er nog een beetje pittige kruiden overheen gedaan. Ik ga door naar maaltijd nummer 3, een tussendoortje. De meeste mensen eten nu hun avondeten, aangezien het 6:15 is. Maar ik eet meestal mijn avondeten pas om 7:30, want dan is mijn vader thuis van werk en mijn moeder gaat vanavond koken. Ik heb 5 kleine gerechtjes, 4 daarvan zijn een vetrijke bron. Het wordt echt een vette dag. Blijf zeker tot het einde van de video, want dan laat ik ook alle macronutriënten zien. En heel hoog zitten in je vetten is niet goed om dat elke dag te doen, maar om het te cyclen zoals hoe ik het doe. Hoog koolhydraat, laag koolhydraat is het geen enkel probleem en het kan juist effectiever zijn, omdat je op je sportdagen meer energie hebt door je koolhydraten. Ik heb hier een kaneelstokje van 5 gram. Ik heb hier een pittemix, 10 gram.
20 gram pure chocola, 85% van Lindt. En dan heb ik hier 30 gram aan noten, 4 verschillende, amandelen, pekan, para en hazelnoot. En tenslotte heb ik ook nog kokosblokjes, 40 gram. Ik neem nu 1 mega green tea extract pilletje. Die neem ik meestal alleen 's ochtends, maar ik ben mijn groene theebladeren vergeten op mijn werk. Dus neem ik nog even een extra. En nu met de hond naar buiten. Go! En dit is het eindresultaat. Een boerenomelet met 5 verschillende groentes. Heeft mijn moeder even mooi in elkaar gezet voor me. Asperge, paprika, champignon, ui en nog wat baby mais. En ik had deze ook een keer op mijn Snapchat story gezet. En toen kreeg ik van die berichten, hey, geniet van je pizza. Maar ja, het lijkt ook wel een beetje op een pizza. Maar dan een stukje gezonder. En nog een fruitbron, watermeloen. Dat is echt mijn favoriet samen met verse bosbessen. En ik heb natuurlijk ook al die diepvries aardbeien op. En natuurlijk al 7 verschillende groentes. Net die 5 van mijn boerenomelet. En dat waren ook dezelfde die ik bij mijn runder gehakt had. En natuurlijk nog mijn spinazie en boerenkoolshake. Even van genieten. Wauw. En ik ben bij mijn neefje aangekomen. En natuurlijk ga ik goed voorbereid van huis weg. Met een banaan, maar ook met magere kwark. En nog wat eiwitpoeder erin. Lekker. En we zijn aangekomen bij mijn ene laatste maaltijd. En hier heb ik 3 verschillende vetbronnen. Een hele gekke combinatie. En dat is gerookte zalm, avocado met paprika, zwarte peper en een beetje gemberpoeder. En nog een theelepel 8 gram aan pindakaas. De natuurlijke pindakaas. En ik hou het allemaal netjes bij in MyFitnessPal. En mijn laatste dingetje van vandaag. En dat is Ben & Jerry Chunky Monkey. Deze heb ik zelf nog nooit geprobeerd. Ik ben benieuwd. En ik heb totaal best nog wel weinig gegeten. En dat ga ik even aan jullie laten zien. Het is vandaag donderdag 2 juni. En ik had sowieso die slagersrunder gehakt. En de eieren. Ik heb mijn groentes er niet in gezet, want die hebben zo weinig calorieën, die tel ik niet mee. Dus daarom zegt hij ook dan dat je vezels laag zitten. Dus daar let ik niet op. Ik let niet op suikers, ik let niet zo op natrium, want ik weet wel dat ik niet zoveel zout eet. Dus dat hoef ik niet te weten van deze app of deze website MyFitnessPal. De tussendoortjes even snel er doorheen. Diepvries aardbeien, whey salaat, kaneelstokjes, pittenmix, pure chocola. Dan hadden we natuurlijk de notenmix, kokosnootstukjes, magere milde kwark. Dan hebben we deze Ben & Jerry's en die heeft 238 calorieën. Alleen ik heb er dus 4 verschillende smaken van gekocht. En deze heeft net een andere macronutriënten samenstelling, zag ik net. Maar dat maakt niet uit, dat scheelt maar heel weinig. En dan gaan we door. Whey salaat, weer een half schepje voor in mijn kwark. Watermeloen, 1 banaan, gerookte zalm, 1/3 avocado en 8 gram pindakaas net. En ik kom uit op circa 2400 calorieën. Dat is dus de 400 onder mijn cutting goal. Dus dat betekent dat ik een andere dag weer 400 meer kan eten. Want je hoeft het niet per dag te zien. Je kan het dus ook wat meer per week zien. Dat heb ik al in een video uitgelegd. En dat is heel erg interessant. Dus je hoeft niet elke dag precies die 500 eronder te zitten. Ene dag 600, dan 400. Dat is ook gewoon helemaal prima. Of op mijn manier. Gaan we door. Koolhydraten, zoals ik al zei. Daar wou ik heel laag in zitten. En dat is me gelukt. 117 gram maar. En dat betekent dat ik morgen op mijn trainingsdag lekker hoog kan zitten. Gaan we door naar de vetten. En ik wou vandaag 1,5 keer mijn lichaamsgewicht aan vet hebben. Ik weeg 90 kilo, dus 135. En dat heb ik precies gehaald. Aangezien ik ook die app natuurlijk op mijn telefoon heb gebruikt, kon ik precies inschatten hoeveel ik ging halen. Eiwit, 2 keer mijn lichaamsgewicht. 90 keer 2, 180. 177, prima. En dat was hem. Ik ga lekker genieten van deze Ben & Jerry. Even kijken hoe die eruit ziet. Lekker. Banaan. En in plaats van kwark is een keer dit. Zoals je weet, 10% regel. 90% healthy en 10% minder gezond of ongezond. Dat kan nog wel. Probeer niet te vaak dit soort dingen te doen. Maar af en toe kan het. Kom, dit weekend. Pakketje? Komen. My Protein. Als je vrouw zegt, kunnen we natuurlijk ook met de auto gaan. Hoor u niet, maar... De Renault Zomercheck. Ja, ja. Antonie. Even tekenen. En het is dus de volgende dag. En ik wil vandaag nog even 2 dingen aan jullie laten zien. Wat er in dit pakketje zit. En nog de macro's en calorieën van vandaag. Aangezien ik dus gisteren low carb at, eet ik vandaag high carb en heb ik al getraind. Het is nu 3:00 middags. Dus ik heb al bedacht wat ik allemaal ga eten. En dat laat ik zo meteen aan jullie zien in MyFitnessPal. Maar eerst dit pakketje uitpakken. Ik weet precies wat erin zit.
We beginnen met Total Nutri Greens. En dit is in capsulevorm. Je hebt het ook in poeder. Maar ik vind het handiger met capsules. En dit is een goede manier om meteen je vitamines naar binnen te krijgen. Als je niet per se naar een multivitamine wilt grijpen. Creatine, monohydraat, CreaPure. En dit is dan de unflavored smaak. Zodat je het gewoon bij je eiwitshake kan gooien. Die had ik weer nodig. Ik had niks meer op voorraad. Twee verschillende noten, mijn favorieten. Amandelen en walnoten. Super fijn bij mijn protein, is het veel goedkoper dan uit de supermarkt. En dan weet je meteen dat ze ongebrand en ongezouten zijn. 400 gram amandelen en 400 gram walnoten. Oh, daar is hij dan. Impact Whey Protein. Dit is niet isolaat. En normaal raad ik altijd isolaat aan. Maar ik vond deze zo lekker. En dit is vanille smaak. En dit gooi ik dan bij mijn kwark. Een half schepje ongeveer. En echt een lekkere smaak. En dan heb je echt zo'n vanille kwark. Glucosamine. En dat is omdat ik de laatste tijd best wel veel pijntjes heb. En dat is om mijn gewrichten te versterken. Ik heb nu last van mijn pols, mijn knie en mijn onderrug. Dus ik ben echt wel een beetje in de gewonde fase. Oh, daar is hij dan. Deze wou ik zo graag. De hydrator van MyProtein. 1,9 liter past hierin. Dus als jij je 2 liter wil behalen en je vult deze en je drinkt hem helemaal op, dan weet je al dat je best wel goed zit en dat je misschien nog maar 1 glas water nodig hebt. Of bijvoorbeeld een beetje melk en dan heb je het zo, 2 liter vocht. Maar zit je aan de creatine, kan je zeker wel naar die 3 liter gaan. Dit is een leeg bakje, altijd handig, aangezien ik soms poeders meeneem, zoals gisteren. High protein bread, dit had ik een tijdje geleden ook in huis. Super lekker en meteen een handige bron van eiwitten. Vooral als je er nog wat peanut butter op gooit. De beste voedingswaren van protein bars. Van MyProtein en dat is de MyBar Zero. Ik heb 5 stuks, want ik heb alle smaken. En ik wil graag aan jullie laten weten welke ik het lekkerst vind. Aangezien dit natuurlijk de gezondste eiwitreep is, dan is dat minder lekker dan eentje met heel veel suikers. Dus ik ben echt benieuwd welke is lekker en die kan je dan vaker in huis kopen. En ik ook dus. Peanut butter, die was weer op. 6 kant-en-klare maaltijden. Chicken thigh is dit. En dat is gewoon altijd handig wanneer je gewoon niet zin hebt om te koken. En hoog in eiwit. Dat was deze unboxing. En nu ga ik nog in mijn fitnesspel laten zien wat ik allemaal ga eten. En hoe hoog ik uitkom in mijn calorieën, eiwitten, koolhydraten en vetten. Vrijdag 3 juni. Ik begon met eiwitpannenkoeken gemaakt met 80 gram havermout. 60 milliliter halfvolle melk. 1 schepje eiwitpoeder. Dan nog 1 heel ei en 2 eiwitten. Omdat je natuurlijk wat minder eigeel wil. Omdat ik laag in mijn vetten wil. Hoog in mijn koolhydraten. En omdat ze niet zo lekker smaakten. Omdat ik er te weinig melk bij had gezet. Had ik even een beetje honing nodig. Om hem wat meer smaak te geven. En hem minder droog te maken. Ga ik even door naar de snacks. Watermeloen. Een heel pak rijstwafel staat zo meteen nog op de planning. Samen met Campina. Vanillekwark. Knekkenbrood. Moet ik ook nog eten. Bananen heb ik genomen na het sporten. Dan heb ik nog weer die blender shake gemaakt met boerenkool, diepvries aardbeien. En natuurlijk weer een schepje eiwitpoeder en nog winterpeen. Maar die heb ik er niet ingevoerd. En dan had ik nog een half pak kalkoenfilet plakjes, 75 gram. En dan had ik nog gedroogd fruit, 2 soorten gedroogde vijgen, 50 gram. En nog 15 gram gedroogde dadels. Als avondeten, Asian Kitchen op de planning. En nog ga ik naar een verjaardag en ik weet niet precies hoeveel ik daar ga eten. En daarom heb ik nog wat ruimte overgehouden. Want ik mocht vandaag dan 3200 calorieën eten. Omdat ik 400 eronder zat. Al onder mijn onderhoud van gisteren. En dan kon ik vandaag wat hoger zitten. En ik zit nu op 2558. En ik mag dus 3200. Ik zit al over die koolhydraten van het normale aanpak. Maar ik ga een beetje richting de 500. Dan heb ik een heel mooi vetdoel behaald, want ik wil 1/3 van mijn lichaamsgewicht op mijn low fat days, high carb days. Dus daar zit ik goed op met mijn 31 gram. En mijn eiwit, dat ga ik ook nog wel halen van 180 gram. Ik zit dus nu momenteel op 166 gram. Dus nu zie je hoe ik dat doe met macrocycling, oftewel carb cycling. Dus de ene dag hoog op mijn trainingsdagen en laag op mijn rustdagen. Als je deze video leuk vond, kan je een blauw duimpje achterlaten. Ben je nieuw op mijn kanaal, kan je abonneren onder deze video. En ik hoop je gauw terug te zien in mijn nieuwste video.